wijn. Deze wijn is mijn bloed. Als ik gedood word, zal mijn bloed. Ik ben David Giffords, mijn regisseur van The Passion. Qua opzet is het wel een van de grootste producties die plaatsvindt dit jaar. Ja, we hebben 15 camera's. We hebben een helikopter boven de stad van Gouda vliegen met een shot, zeg maar. Ook voor de processie, dus dat kruis dat door de straat wordt gedragen. En we hebben een camera boven de toren van Gouda. We hebben twee grote cranes op de markt. Dus ja, het is voor technische termen is het een van de grootste projecten. Ja. Alle nummers zijn gewoon pop-rock nummers, zeg maar. Dus elk nummer is heel herkenbaar voor iemand die gewoon langs zet. Die zal van de ene verbazing in de andere vallen. Ik vind persoonlijk bijvoorbeeld heel mooi dat Judas op een gegeven moment dan gaat hij van de groep discipelen weg en hij verlaat Jezus na het avondmaal. En dan zingt hij Ik leef niet meer voor jou van Marco Borsato bijvoorbeeld. Nou, dat zijn nou typische dingen die The Passion maken wat The Passion is. En dat is een vrij unieke insteek van het paasverhaal. Terwijl de tekst wel heel duidelijk gewoon bij het verhaal op dat moment past. En ik denk dat ik dat een van de, ja, van de mooie insteken van The Passion vind. Wat niet valt te snappen, waar iedereen op hoort. Wat niet zinvol. Hoe vind je het samenwerken met zo'n grote artiest in Nederland? Ja, is uniek. Dit is echt uniek. Ik denk ook dat als je het gaat zien, dan zal je echt van de ene verbazing in de andere vallen hoeveel mensen er ook in de achtergrond en zo het shot doorkomen waarvan je denkt, hey, die ken ik, hey, die ken ik. Dus er zijn ontzettend veel mensen die hun medewerking hebben verleend. En ja, we hebben gewoon geweldige artiesten. We hebben Siep van de Ploeg, die speelt Jezus. We hebben Do, speelt Maria. En we hebben nog een heel aantal mensen die ik nu nog niet kan noemen. Maar ja, het is wel echt heel bijzonder dat die allemaal mee willen werken. Terwijl het verhaal wel gewoon puur in zijn originele vorm wordt verteld. Dus dat is ja, heel bijzonder. Laten we zo zijn.